wielporno op een origineel Nederlandse 6-cilinder benzine BMW en nog 2 hele fraaie exemplaren in uw binnenvlog nummer 20. Hier gaan we. Vorige week hebben we ons tot het uiterste ingezet om je 5 hele mooie cabrio's te kunnen laten zien. En nam ik je mee in een speciale edition uitvoering in een van de 3 E85 facelifts die we vorige week nieuw binnen hadden. Omdat echter wij ook wel begrijpen dat jouw plannen soms misschien wat meer ruimte vergen dan zo'n 2-zits roadster, neem ik je deze week graag mee in een hele bijzondere uitvoering van de laatste 3 serie met atmosferische 6-cilinder. Maar voordat ik dat doe, laat ik je graag even een andere zien. Een van de meest geanticipeerde auto's van onze verwachtpagina uit de afgelopen weken. Er zijn namelijk een hoop liefhebbers die voor hun plannen nog wat meer ruimte nodig hebben. En voor die mensen is dit de perfecte BMW, de 5-serie E61 als facelift touring. En dit is er namelijk ook niet zomaar één. Dit is een hele zeldzame vroege LCI uit het voorjaar van 2007 met de 30i benzine 6-cilinder topmotorisering. Uit een tijd waarin de dieselmotor natuurlijk verreweg het meest populair was. Een motorisering die destijds nieuw dus al heel erg weinig verkocht is. En deze auto heeft met 135.000 kilometer voor de leeftijd een uitzonderlijk lage en dus zeer aantrekkelijke kilometerstand. En dat maakt hem natuurlijk samen met het M-Sportpakket ongelooflijk interessant. Een van de belangrijkste updates voor die 5-serie LCI ligt natuurlijk weer onder de aluminium motorkap van deze E61. En dat is de 6-cilinder, want daar vind je voortaan de N53B30A met 272 pk, de krachtigste atmosferische 6-in-lijn die BMW ooit geproduceerd heeft. Die bovendien niet alleen sterker is geworden, maar ook een heel stukje zuiniger dan zijn voorganger. Dat dit zo'n heel vroege en heel goed gespecificeerde facelift is, is te verklaren omdat deze auto in maart 2007 werd geleverd als showroom introductieauto aan de Duitse BMW dealer en die kozen voor een lekker stoere configuratie. Als onderdeel van het M-Sportpakket natuurlijk de fameuze sportstoelen, waarbij in dit geval gekozen is om de als onderdeel van de M-Sportuitvoering geleverde half leren bekleding te behouden. En dat ziet er wel lekker period uit zo, met die fraaie geblokte bekleding om de middenbaan, natuurlijk het M-Sport stuurwiel en de hemelbekleding in het antraciet. En dat het een facelift is, herken je het interieur natuurlijk hieraan. Het futuristische pookje van de nog weer verder verbeterde 6-trapsversnellingsbak. En verder het spiegelpakket met elektrisch inklapbare spiegels. Het mooie grote glazen panoramadak. En ruimte voor al je hobby's of gezin. In de kofferbak. Wat willen mensen nog meer? Zijn jouw plannen toe aan de binnenruimte en misschien stiekem ook wel een klein beetje het comfort van zo'n 5-serie Touring? Maar heb je geen zin om het rijplezier van zo'n 3-serie, zoals waar ik je zo meteen in meeneem, vaarwel te zeggen? Ook aan jou heeft BMW gedacht en wel met deze auto. De 3-serie Gran Turismo. En als je er zo langs loopt, zie je al wat ik bedoel. Want dit is de enige 3-serie variant die daadwerkelijk een langere wielbasis heeft, die daadwerkelijk groter is dan de gewone 3-serie. Gek genoeg heeft BMW er namelijk voor gekozen om zowel de cabrio als coupé en grand coupé varianten van deze generatie als 4-serie te labelen, maar het is alleen die GT die daadwerkelijk afwijkt qua maatvoering. En dat zie je terug hier, onder andere op de achterbank, want daar is de beenruimte zelfs groter dan die van de 5-serie uit dezelfde bouwjaren. En ook voor de wielen gaat hetzelfde verhaal op. Die stijl 397 gaat prachtige tweekleurige wiel wat hoort bij de sportlijn uitvoering is op deze 3-serie GT gelijk, maar de bandenmaat is eentje hoger en komt daarmee ook weer overeen met die van de 5-serie uit dezelfde bouwjaren. En de echte fans hadden het natuurlijk al gespot aan de hand van die 2 dikke eindpijpen hier onderaan, want deze 3-serie Gran Turismo is voorzien van de enige 6-cilinder motor die er in deze generatie nog leverbaar was, de 35i 306 pk tweede generatie 6-cilinder turbomotor. Dikke 6-cilinder benzinemotor, stoere configuratie qua kleurstelling en fijne opties zoals het grote glazen panoramadak. Die 335 GT is de ultieme middenweg voor de opgroeiende kwajongen die behoefte heeft aan wat extra ruimte voor zijn plan achterin. En onze detailer Danny zit even lekker een broodje te eten. Dat komt goed uit, want de auto waar ik graag wat extra's van wil vertellen en van wil laten zien, die kan ik in de tussentijd mooi eventjes bij hem hier van de brug afpikken. Die 3-serie waar ik je aan het begin over vertelde. Dat is namelijk een hele bijzondere. Kort voordat BMW namelijk voor altijd afscheid zou nemen van de atmosferische 6-cilinder in het model waar het BMW DNA wellicht het meest in terugkomt, deed BMW Nederland die 6-cilinder nog één keer uitgeleiden met een ongelooflijk fijn gespecificeerde uitvoering.
onder de naam Carbon Sport Edition verzamelden ze een aantal van de meest populaire opties op deze generatie, die E9X generatie 3 serie. Om te beginnen natuurlijk gebaseerd op het Affabrik M sportpakket. In dit geval met de magische typeaanduiding 325 hier achterop. Dus met de wat geknepen 218 pk versie. De N53. Eigenlijk heb je niet heel veel meer nodig. Een heerlijke, lekkere, dikke M-Sport stuurwiel met nappaleer, deels geperforeerd. En met die laatste E90's, die mooie schakelflippers met eentje voor terug. En eentje voor door. Met rijplezier zit in zo'n 6-cilinder BMW natuurlijk helemaal goed. Maar BMW Nederland besloot de liefhebbers te verwennen met een aantal heel bijzondere extra's daarbovenop. Daar laat ik je graag snel nog even wat meer van zien. Onder de naam Carbon Sport Edition verwende BMW Nederland dus de liefhebbers die zin hadden om nog één keer zo'n atmosferische 6-in-lijn in een 3-serie te kiezen met een extra complete uitvoering. Omdat het een door de importeur samengesteld actiemodel is, zijn de uitvoeringen, grappig genoeg, niet allemaal helemaal identiek. De naam wekt de suggestie dat de kleur wel eens carbonzwart zou kunnen zijn, maar dat is grappig genoeg geen één. In dit geval is gekozen voor het veel voorkomende saffierzwart metallic. Het interieur is wel in bijna alle gevallen gelijk en net als bij deze auto uitgevoerd in sattelbruin leer. En die bruine tint komt mooi terug in de ondertoon die in de saffierzwarte lak ook te vinden is. De meest gezochte opties zijn natuurlijk ook allemaal geselecteerd. De zenuwverlichting heb je al gezien. Navigatie Professional kun je net zo min missen als het Affabrik gemonteerde schuifkanteldak. En de kers op de taart qua configuratie Affabrik is voor veel liefhebbers het 688 Harman Kardon meest uitgebreide speakersysteem. Dat speakersysteem, de kers op de taart, jawel, want de Stijl 269 Performance 19-inch breedset werd niet als Affabrik optie geselecteerd, maar door de importeur achteraf gemonteerd. Kleding maakt de man, wielen maken de auto. Die prachtige gesmeden lichtmetalen wielen maken natuurlijk dat dit een uitvoering is. Maar 10 jaar na dato heel veel liefhebbers nog steeds naar op zoek zijn. En daarmee is deze BMW met 6-cilinder benzinemotor dus een zeldzame origineel Nederlands geleverde auto die wij van de tweede eigenaar hebben ingekocht die 9 jaar in bezit had. Die kentekenplaten hebben we dus maar even nieuwe voor besteld met de mooie opgelegde lettertjes. En daarmee zijn we ook gelijk aan het einde van de 20ste nieuw binnenvlog van 2022. De 325 ga ik zo meteen gauw terugzetten bij Danny in zijn hok, zodat we die vanavond met alle foto's online kunnen zetten. En volgende week beginnen we weer aan een aantal verse, hele bijzondere liefhebbers BMW's. Wil je nu al weten welke dat kunnen zijn? Kijk op autovaneerde.nl/verwacht. Wacht je liever tot ik ze je presenteer? Volg ons dan op Facebook of YouTube. Of nog veel beter, abonneer je via onze website op onze nieuwsbrief. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte. Tot de volgende keer.